Sorry Gijp, het was net iets een station te ver voor jou. Een verstandige man als Maarten van Rossum, weet je wel, die echt verstandige tekst heeft als ja. hij op tv is. En dan lees ik van hem dat hij zegt van ja, ik zou het toch best wel leuk vinden om dood te gaan op tv. Kortom, dat moet, het moet mogelijk zijn, omdat er, je kent vast wel iemand die je dit uit kan leggen. Met Van kunt u mij horen? Da -da -da. Da -da -da. Heb je nog een vergeten voorwerp? Een vergeten voorwerp. Ik had nog steeds in, in, in voorraad een vergeten voorwerp, namelijk de optische telegraaf. Uh, je weet, de telegraaf is uitgevonden, de, 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 de elektronische telegraaf is uitgevonden in de vroege 19e eeuw. Nou, dat heeft, ja, er bestaat ook volgens mij een heel leuk boekje over de elektronische nogmaals telegraaf, dat heet The First Internet. Waarin wordt beschreven dat dat natuurlijk al heel snel, niet waar, een netwerk was wat over de hele wereld verspreid was. Maar daarvoor was er ooit een optische telegraaf geweest. hartstikke leuk bedacht, alleen was er toen nog niet de elektriciteit die er 40 jaar later wel was. En die optische telegraaf was een product van het revolutionaire Frankrijk. En dat had, daar hadden ze bedacht, zou het niet handig zijn, als ze heel snel uh, boodschappen zouden kunnen overbrengen in heel Frankrijk, en later misschien ook daarbuiten in gebieden die de Franse revolutionaire legers hadden veroverd. En hoe werkte dat? Dat waren een soort torens die op hoge punten werden gebouwd op heuvels. En op die torens daar was een soort van uh, waar, also, een soort van balkensysteem was daar opgezet. En met, die, met dat balkensysteem kon je symbolen vormen. En, en die toren werd bemand door een figuur die een boek had met symbolen. Nou, je kunt je wel voorstellen, een symbool wat de letter A is, B. Ik neem aan dat het, dat het vol zat met afkortingen om het een beetje handig te maken. En dan bouwde hij dus een toren uh, die nog net goed zichtbaar was. Uh, Zullen we zeggen, 20 kilometer verderop. Dus dat, daar was ook weer zo'n man en die zag dan die dingen veranderen. En dan zei: hij, Oh, kijk even in mijn boek, de boodschap is er dus, zo. En zolang het niet mist. Of donker is eh, of heel erg hard regent, bleek dit systeem hartstikke goed te werken. En in Frankrijk is zo'n heel systeem gebouwd van de optische telegraaf. En sterker nog, ook, in anderen dachten van God, dat is handig, de optische telegraaf. Engelsen bijvoorbeeld hebben ook een veel kleiner systeem gebouwd, maar nadat de Franse Revolutie voorbij was, is dat allemaal in onbruik geraakt en vrij snel. Zal dus in de jaren 40 van de 19e eeuw komt de elektrische telegraaf op. Een fantastische uitvinding, natuurlijk. In alle denkbare opzichten. Maar als je nou een heel leuk verhaal wil lezen over de optische telegraaf. dan moet je dat boek lezen: De Graaf van Monte Cristo. Want je weet, De Graaf van Monte Cristo is een wraakroman. Het is een man die wraak neemt op iedereen die hem slecht behandeld heeft. op een bijzonder ingenieuze wijze. Dus hij gaat wraak nemen op iemand die speculeert aan de beurs in Parijs. En dan koopt hij een van die mannen op zo'n toren. Die koopt hij om, om een bericht te versturen in de zin van koersen volledig ingestort of zo. Wat helemaal niet waar is. Nou ja, dan begrijp je dat deze, zijn vijand, zijn die speculatieve vijand, die wordt volledig geruineerd door dit valse bericht. En daar, ziet, nou ja, daar wordt die optische telegraaf bijzonder aardig beschreven. Sowieso een boek wat iedereen moet lezen. Het is een geweldig, in allerlei opzichten een geweldig boek. Het is een wonder dat het in de vroege 19e eeuw geschreven is. Dat is de optische telegraaf. Op zichzelf een uitstekend idee, zolang je niet een elektronische telegraaf hebt. Want, waarom is dat? Uh, het is wel een stuk sneller dan bijvoorbeeld een hardlopend paard. Voor die tijd geloof ik waren boodschappen had van stations, waar dan verse paarden klaar stonden, dus dan je met een, Kwam iemand aan met een boodschap. En dan ging hij op een vers paard. Ik weet niet hoe lang een vers paard kan galopperen. Heb je er enig idee van? Nee, nee. nee. Nou, laten we zeggen. 10 kilometer, ik noem maar wat. Of, ik weet niet of het paard dan al dood is. En zorg je dat daar weer een nieuw paardseizoen is. En zo Zo kon je ook vrij snel een boodschap overbrengen. Maar ja, wat wij. Wij, wij vinden het feit dat je automatisch. met vrijwel elke denkbare plek op deze planeet binnen vijf seconden contact kunt maken, vinden wij de normaalste zaak van de wereld. Ja. Maar vroeger was, waren afstanden, dat was een heel ander probleem dan, dan tegenwoordig. Ja. Waar komt dan de naam telegraaf in het verband van de krant vandaan? Dat is van die, ook van die, van die elektronische telegraaf? Nou ja, het, het woord telegraaf betekent heel simpel, tele is ver en, en graafijn is, is, is schrijven. Het is gewoon ver schrijven. En wij hebben natuurlijk heel lang hebben we le vrij letterlijk een verschrijver gehad. Dat was de zogenaamde telexmachine. Weet je niet dat je dan, dat om, om te suggereren dat er allerlei belangrijke dingen gebeurden, hoorde je zo'n telex ratelen. Ja, in films dan komt dan dat nog dan terug. kon je typen op een, op een, op een gewoon ja. toetsenbord. En dan dat, dat begon er ergens anders in de wereld een telex te ratelen. En, en, en in de rakettencrisis van 1962 bleek eigenlijk vrij snel dat het, het Kremlin en, en het Witte Huis totaal niet met elkaar konden communiceren. Dat was eigenlijk nog nooit opgevallen. Want Bobby Kennedy moest aan het begin van de crisis op de fiets naar het telegraafkantoor. van, de, van de, weet het, die, die telegraafische dienst. En dan werd er een telegram verstuurd naar het Kremlin. Ik weet niet hoe ze daar met de fiets deden, maar goed, was. <laughs> Iedereen begreep toch wel dat dit eh, bovendien zeer risicovol was. Hè, want je kon niet onmiddellijk. En toen hebben ze een Telex-verbinding hebben ze, eh, geïnstalleerd tussen het Kremlin en het Witte Huis. Zodat ze in ieder geval op, op, heel snel met elkaar konden communiceren. En hoe ging dat technisch? Nou, dat gaat wel, volgens mij gewoon via de telefoonleiding. Oké. Okay. Ja, je, je kon al heel lang dat je gewoon op kon bellen. Vaak was het nog wel zo dat er een telefoniste was. Heel lang zijn er natuurlijk telefonisten geweest. Je hebt wel eens een plaatje gezien, toch? Dat er van die dames achter zo'n enorm switchbord zit. En dan, nou ja, die krijgen op hun oor van... U spreekt met Jans, uh, toestel 97. Ik wil graag bellen met Pietersen, toestel uh, 325. En dan zie je dat ze zo'n stekkertje in dat oh, bord steekt. Ja, en dan een tweede stekkertje bij 325. Dit is ook weer iets wat totaal verdwenen is. Hè? Je hebt nog wel telefonisten, maar die... Die zijn allemaal robots, hè. Er zijn nog zeventien wachtenden voor u. U bent de eerste in de wachtrij. Wij doen alles om u zo snel mogelijk te woord te staan. Wat moest het heerlijk voor jou zijn geweest die tijd, want dan kon je in ieder geval nog gewoon bellen. Het was zalig, ik kan je wel zeggen dat. Ook hier geldt weer, dat het is dan heel fijn afrondend in, in wat we nu gezegd hebben vanmiddag. Ja, dat was vroeger werkte dat veel beter. Je kreeg gewoon een mens aan de lijn. Ja. Je zou willen dat het. Bij... mevrouw Jansen. Ja. Je zou willen. Hartstikke dat... aardige mevrouw. Die deed dan wat jij vroeg. Klaar ja. is Kees. Bij het museum Jaarkaart zou je willen dat ze dat ook zouden hebben. Dit. Ja, dat zou hartstikke handig zijn geweest. Ja. Zou eens even kijken. Uh, nog even wat vragen van luisteraars. Ja. Waarom noem je altijd boksel Bokstel als, als je een voorbeeld noemt? Jullie zeggen Die Voorbeelden zijn volkomen willekeurig. Je hebt het over rotondes in Bokstel, je hebt het over politieke partijen. Ik bokstel. zou proberen om uh, laken van te maken. Oké, okay, ja. Even kijken, hallo. Ik begrijp gezien de globale omstandigheden dat mijn vragen zijn ondergesneeuwd. Ja. Ik uh, zou toch uh, nog eens een keer uh, Maarten willen vragen. Ja, met je blote voeten op het koude zeil. Ja, uh, daar heb ik ook veel over gelezen. Had jij ook niet iets opgestuurd dat bleek van een heel ander groepje te zijn. Het kan dan, dat? Dan ik dacht. Even kijken. Uh, het koortje herhaalt. met zijn grote bloed op het koud zel En de ernstige geschiedsvervalsing was. dat het van die zanger. van Kom van de Dag ja, af was. Ja, dat lijkt niet zo. Ik wil daar nou niet. dat is Peter Koelenwijn. Dat is een ernstige geschiedsvervalsing. Mijn geheugen was betrekkelijk vaag. Het gaat hier niet om de grootste zangers van de planeet. Eh, maar oké, okay, ik ben graag bereid om eh, te zeggen. dat het niet van Peter Koelewijn was, maar. Van een ander groepje. Ja, de, de band heet Het. Het. Ja, het ja. liedje Ik heb geen zin om op te staan is van Bob Bauer. Dat is de artiestennaam van Boris Blom. De, band, de bandnaam was Het. En Bob Bauer is uh, ten tijde van zijn uh, Efteling-producties met uh, Maria Moor in de jaren negentig een klant van me geweest, zegt uh, Evert Verbeek uit 1958. Nou. nou ja, fijn weten we dat ook weer. Ja, hij wilde dat even corrigeren, zei hij. Dan, uh, zou de wereld er anders uit hebben gezien als altijd vrouwen aan de macht waren geweest in plaats van mannen? Dat vraagt Boukje Uitendaal. Ja, dat, dat weten we niet. Het zou kunnen, maar het zou ook heel goed niet kunnen. Dat ik durf er niks over te zeggen. Ja. Dan zou je natuurlijk moeten uitzoeken. Ten eerste is natuurlijk het aantal vrouwen wat daadwerkelijke machtsposities bekleed heeft niet zo verschrikkelijk groot. Ja, je denkt aan Catharina de Groot en aan een soort van lui. Maar je zou eens moeten kijken in West-Europa in de afgelopen drie, kwart eeuw. Hebben we nogal wat vrouwelijke, hoe heet het, minister-presidenten ja, gehad. De IJzeren Lady. In, uh... Arjen lady precies Thatcher, maar, maar al eerder uh, Bo Groenland, heette die niet zo? Was dat niet in Noorwegen eerste minister? Dus dan zou je dus een vergelijkend onderzoek moeten doen hoeveel, Crisissen daar geweest zijn, zijn het er dan minder en weten ze die eerder op te lossen dan mannen. Ja, jij, zegt, jij zegt dus dat vrouwen nauwkeuriger zijn en ijveriger. Dan... Ja, want dit gaat om de productie van vliegtuigen in de Tweede Wereldoorlog. Dus ik weet niet in hoeverre dat generaliseerbaar is. Maar het, het zou best kunnen. Als ik, als, ik, als ik een bedrijf zou moeten opzetten en wat, wat iets zou moeten maken of, of organiseren, dan zou ik allemaal vrouwen in dienst nemen. Geen mannen. Geen grote bek. Zijn er zijn ook mensen die het liefst gewoon allemaal meisjes krijgen, hè? Want dan heb je geen gezegd. Als je jongens moet opvoeden, Nee, oh, je... dat wist ik niet. Ja, dat... ja, maar ja. Ik moet zeggen dat dat... dat... Ja, ouders zijn vaak heel zuurderig met van dat ze liever meisjes dan jongens hebben. Of juist liever jongens dan meisjes. Dat kon mij nou toch werkelijk echt geen bal schelen. Dan moet ik zeggen dat wij een meisje en een jongen hebben. Een jongen en een meisje dus, ja. Maar nee, ik, ik heb nooit begrepen waarom dat belangrijk is. Dan hebben we hier Jeroen. En Jeroen heeft het over een paar dingetjes die ook vergeten waren. Bij ons thuis werd de man die het eten met de namen de aardappelschillen ophaalde... de schillenboer genoemd. Ja. En ook wel zondagse kleren. Bij ons wel een begrip, maar niet streng. Dat waren een beetje onze nette kleren... die na een paar speciale dagen weer gewoon werden, zegt hij. We hebben het over het zondagse pak gehad, hè? Ja, dit is een laatste, laadbloeier in, in, in het naoorlogse Nederland, deze meneer, denk ik. Ja. Uh. Ja, die man heet inderdaad de schillenboer. Ja. Dan hebben we hier uh, Jessica. En Jessie zegt: Maarten, ik zit in een soort van spagaat. Heb je toevallig tips voor mij? Ik ben in allerlei onderwerpen geïnteresseerd, maar het moet wel vlot geschreven zijn. Heel erg bedankt voor je tips, zegt Jessica uit Driebergen. Ja, dat is wel heel breed gedefinieerd. Als, nou nog uit, als Jessica nog zou uitleggen, ik ben vooral geïnteresseerd in. Elektrische fietsen of in het parasol. Ze zegt ze in de geschiedenis. Benieuwd. Ze zegt ze was eigenlijk van plan om het boek Het Verraad van Anne Frank te lezen. Nou, uh, dat zou ik vooral niet lezen, En er blijkt niks van dat onderzoek te kloppen, dus dat zou ik zeker niet doen. Waarom niet? Ja. Of waarom zou je een boek lezen waarvan tot op heden vrij overtuigend is aangetoond dat het een waardeloos onderzoek is? Oké, okay, ze wil ook weten wat je daarvan vindt, namelijk van dat. Uh, oh. Nou, hetzelfde is wat ik in de krant heb gelezen. Ik heb het niet zelf gelezen, natuurlijk. Mm. Aangezien ik begreep dat het een onderzoek was wat niet, niet erg valide was uitgevoerd. Mm. Ja. Maar heb je. Een ja, tip... er is ontzettend veel leuke. houdt er ook vanaf hoe goed ze Engels leest. Engelsen schrijven vaak aanzienlijk leukere boeken dan uh, historische uit andere landen. Maar ja, dan moet je een lijstje maken van. Uh, ja, ook uh, wat interesseert de Franse Revolutie. Geweldig boek, 12 Rules, over het Comité de Salut Publiek van die oude palma. Met grootste genoegen gelezen. Ja. En ja. Ik kan allemaal boeken opnoemen die ik voor mijn kandidaat had gekozen, omdat ze zo lekker weglazen: De Feet of the Spanish Armada. Ja, geweldig boek. Echt geweldig. En waar, hoe koos je die boeken dan? Ja, door een beetje rond te zoeken. En als iemand zei van een leuk boek, dan dacht je van nou dat wil ik wel lezen eerlijk gezegd. Of, of ja. In allerlei boeken natuurlijk. Ik had een boek gelezen over Operatie Barbarossa. Dit, dit, dit zijn boeken, dat moet ik erbij zeggen, die ik dus gelezen heb in de tweede helft van de jaren 60. Dus het, maar ik geloof dat een aantal van die dingen nog steeds in. Eh, ik, vond, ik heb zelf een boek gelezen over de Atheense democratie. Athenian Democracy. God weet die vent ook weer, waar oh, een zeer leesbaar boek vond, eerlijk gezegd. Maar wat, wat interesseert jou? Of, dit uh, is, is allemaal mijn kandidaatsleeslijsten. Philip de Bolt, dat was een geweldig boek. Ja, die is toch tenslotte ge, be, gedood op het slagveld en... Bevroren in een slootje gevonden, als ik het me goed herinner, allemaal. Je had, je had tal van boeken die, die kijken enorm veel geschiedenis. Laat ik ook een, een, een boek noemen wat je vooral niet moet lezen. Dat was Hampe. Dat was hoog hoogmiddelalter. Dat was hoorde tot de verplichte boeken. Onleesbaar werkelijk. Er zijn ook echt enorm veel onleesbare boeken over geschiedenis. Taaie klerenboeken. Maar waar begin je als je heel veel interessant vindt? Dat vragen ze ook. Waar begin je? Ja, wilt, u, wilt u via de semische concentrische methode beginnen met, eh, laten we zeggen, het oude Mesopotamie? Of zegt u van, nou, eh, ik ben liever maar met de Franse Revolutie. Nou, Dan is daar een, een hele leuke boek over geschreven. Maar je kunt ook zeggen 20ste eeuw. Ja. Maar hoe bepaal jij wat je leest? Volk totale willekeur. Ik, 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 maar lees je ik, ook allemaal dingen door elkaar? Ja. Nou, dat houdt, want ik lees wel fictie. tussen de, tussen de non-fictie door. En ik was nu een beetje aan, aan vanwege die Tweede Wereldoorlog. Hè. Uh, dus ik had een boek van Overing gelezen. Dat is wel een 900 bladzijden. Ja. Maar ik heb nu uh, een ander boek gelezen. Oude Wormers Won. Geweldig boek. Maar je moet wel voor cijfertjes houden. Dus dat ja. zou ik haar nou niet direct nee. willen aanbevelen. Maar. Uh, ja, je hebt ook over de Tweede Wereldoorlog een afschuwelijk conflict en allerlei opzichten. Maar je kunt de longest day. Kijk naar de film. Nou, lees het boek maar helemaal niet gek. Hmm. Oké. Okay. Dan hebben we Orne van der Wal. It's uh, Too Far. Die is ook goed. Ja. Oké, okay, nou bij deze. Mijn breek zegt het hoofd over waarom er zo'n lage opkomst is bij de gemeenteverkiezingen. Maar het lijkt mij toch redelijk simpel, zegt On, omdat de landelijke politiek zich erin mengt. Waarom zie ik lijsttrekkers van Landelijke Partijen op tv en debatten op tv over de gemeenteraadsverkiezingen? Wat kan het mij schelen hoe er in grote steden wordt gekozen als het in mijn gemeente in dit geval Hereveen gaat? Herenveen, ja, wat zal ik hem zeggen? Daar zijn ze. Hartstikke gelukkig met elkaar, zonder de landelijke politiek. Ik juich het van harte Zit daar niet die CDA-kerel, die knuppel? Hoe heet Ik die? heb geen flauw idee van Herenveen. Die hiervoor uh, de is Leeuwarden, is typisch. Het ja, dat is weer heel wat anders, want die haten elkaar als de pest. Ja, maar dat, dat zit ja, in CDA, jongen. Ene, de, de, de ene is Kambuur volgens mij, en de andere is... is Hij oh, ja. heet de voetbalclub gewoon Herenveen. Ja, dat klopt. Buma. Buma is het. En ze zeggen toch ook, wat is het beste aan Herenveen als de trein naar Leeuwarden? Is dat, zo? dat zijn van die ja, flauwe grapjes. Ja, Leeuwarden, ja, dat heeft als symbolen een, een schreefgezakt toren die nooit afgemaakt is. Oh ja? Ja, ik zal daar verder geen symbolische betekenis aan hechten. Maar dat, dat geeft. Ik denk dat deze meneer geen gelijk heeft. Ook als we morgen. Je zou als eens een experimentje kunnen doen: dat we een keer de volgende keer gemeenteraadsverkiezingen hebben. En dat de landelijke politiek is er totaal niet mee bemoeit. Ik denk eerder dat de opkomst nog lager zou zijn dan die nu al was. Ook als je die trend ziet van de afgelopen twintig jaar. Het is trendmatig, dat breek je niet zo gauw. Er moeten hele gekke dingen gebeuren. Wil die trend gebroken worden? Jasper Lamers, ik ben, op juist, ik ben zojuist opnieuw begonnen met het lezen van In de Ban van de Ring. En in onze versie is een klein boekje In de Ban van zijn werk. Waar het onder andere gaat over zijn bezoek aan Nederland. In de brief die ik Tolkien. Naar zijn uitgever stuurt gaat het over Van Rossum Tabak. Die speciaal voor deze gelegenheid pijpkruid voor hobbits leverde. Daarna heeft de firma nog pijp en tabak naar Tolkien gestuurd. Door de podcast is dit een extra leuk feitje geworden, zegt hij. Ja, ik moet zeggen dat uh, doet mij veel genoegen. Ja. Ja, ik heb al uitgelegd een keer geloof ik dat uh, die firma in de verte wel uh, familie was. Ja. En dat ze een ontzettend leuk initiatief hebben getoond op Tolkien speciale tabak toe te, toe te sturen. Ik juich het van harte toe. Dan Max Vos die zegt in de podcast over Mussolini is volgens mij de vraag gesteld of Hitler wist dat uh, Mussolini gedood is door de Italiaanse partizanen. Uh, Bullock is een historicus die ook kort onder Churchill heeft gewerkt als assistent. Hij heeft biografieën over Hitler geschreven. Daarin vermeldt hij dat Hitler inderdaad het nieuws van Mussolini had vernomen. Hitler zou mede daarom ook het besluit hebben genomen om zelf te plegen ja. en daarna zijn lichaam te laten verbranden. Ja, dat is zo. Omdat hij dus niet vernederd wilde worden, net zoals Mussolini. Ja, Bullock heeft ook een. Een enorm boek over Hitler geschreven, maar niet een goed boek, jammer genoeg. Hmm. En waarom, waarom is het niet goed? Ja. Of was het nou een vergelijking van Stalin en Hitler, dat weet ik niet precies. Wat moet je over Hitler hè? Cursor heeft twee enorm dikke delen geschreven over Hitler. Eerlijk gezegd vond ik dat wel wat te veel van het goede. Zeker deel 1, dat gaat over al die, al die politieke verwikkelingen in de Weimarrepubliek in de jaren twintig. Je zou dus eventueel deel 2 alleen kunnen lezen. Maar natuurlijk, een van de leukste en de beste dingen ooit over Hitler geschreven is: Haftner, Anmerking met zo'n Hitler. Er is ook veel controverse over geweest, maar het is wel de moeite waard. Omdat de libboom, die bij je dan in 110 bladzijden klaar. Mark heeft ook nog een vraag over de verkiezingen. Hoe verklaart Maarten de trage slagen? opkomst in de bebieren, ook de grote wereldsteden van Nederland. En wat zegt het over de economische motor van Nederland? Goed vanuit een heerlijk rustig randdorp zonder PVV en Vorm voor Democratiestemmers. Zegt Mark. Nou ja, ik moet zeggen. Wij zitten deze podcast te maken in een autootje in Utrecht. In een straat in Utrecht. En in Utrecht is in ieder geval wat betreft de gemeenteraadsverkiezingen geslaagd met vlag en wimpel. Want het is van de grote steden, degene met de hoogste opkomst. Wie heeft die eigenlijk gewonnen? De linkse partij, denk ik hier altijd, hè? GroenLinks is de grootste partij gebleven. Ja. Ik geloof dat de D66 de ambitie had om de grootste te worden. Maar daar zijn ze niet in geslaagd. Nee. En Volt, is, zit dat hier nu erin? Dat weet ik niet. Ik geloof het wel. Okay. Met één, één zetel of zo. Maar niet Misschien met Gundogan, hè? Ook, ook in de Utrechtse gemeenteraad heeft, is de, heeft de versplintering toegeslagen, als ik ja, het goed ja, heb ja. begrepen. Ja. En traag is met Volt, want dat is natuurlijk ook een, uh, dat blijft maar doorgaan. Alle toestanden zeg. Ja. Ja, ja. ja, maar goed, de recrutering was kennelijk niet op orde. Nee, ik moet lachen altijd dat zij, die Gundogan zit steeds met die knoops, uh, dat echtpaar overal op televisie. Bij Jinek zat ze ook weer. En die zitten dan hele pleidooien te houden. Die mogen een half uur dan allemaal juridische taal uitstaan, maar niemand wat van snapt. Ja. Nou ja, in, de, in die rechtszaken hebben zij gewonnen. Die rechter die, die heeft gezegd dat, dat die mevrouw die weer terug moet naar de vrouw. Ja, Maar Volt heeft nu geroepen, we willen ja, dat niet meer. Ja, ten slotte hebben ze daarover nagedacht en nu hebben ze haar gerooieerd als lid. Met als gevolg dat we nu twintig partijen in het parlement hebben. Ja, ze zal natuurlijk wel doorgaan als Nederlandse Ja, zonder ding. meer. En je bent ook artikelpersoneel gekozen. Hè? Ja. Daar wordt altijd erg moeilijk over gedaan, maar je, je bent, dat, dat is staatsrechtelijk zo, je bent als persoon gekozen. Ja, maar goed. In feite zijn de lijsten en de partijen zijn een, 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 een extraatje wat er niet wezenlijk toe, toe doet. Ja. Maar goed, je weet nu hoe dit verder gaat. Die, die mevrouw die doet nu nog mee en over vier jaar zien we dat nooit meer terug. Ik ben benieuwd. Misschien bijna weer een andere partij. Ja. Zij is afkomstig, naar ik begreep, van D66. Pauline Olieslagers kent Maarten het boek Elementaire Principes van Oorlogspropaganda van Anne Morelli. En zo ja, wat zijn de bevindingen ten opzichte van de huidige Rusland-Oekraïne situatie? Nee, ken ik niet dat boek. Ja, iedereen begrijpt dat er in de oorlogstijd ik, flink gelogen wordt. Nee. Dat is, de, de fameuze, is dat niet dat fameuze boek? The First Casualty? De, de eerste dode is de, eerste dood, de eerste waarheid. Ja. Ja, zo, ja, het ligt erg voor de hand natuurlijk dat je. Alle verteld. vertelt. Ja. Even kijken wat we dan nog. Hallo uh, Maarten. Ik wil graag weten hoe het luchtalarm in het oorlogsgebied werkt. Hier is het iets wat maandelijks aangezet en getest wordt. Maar ja. wie of wat laat de sirenes afgaan aan Oekraïne en andere oorlogsgebieden zegt Karin. Ik weet niet, waarschijnlijk hetzelfde soort van personen die dat hier doen. Het zal wel ergens een kantoortje zijn met een knop. <laughs> en dan, dan zitten ze te kijken tot het precies 12 uur is, en dan drukken ze op die knop. Het gekste van alles is natuurlijk dat die knop, als het op zondag is, wordt er niet op de knop gedrukt. Dan wachten ze tot de maandag. Hè? Oh, is dat zo? Ja, ja. 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 ja maar het is de eerste maandag van de maand altijd. Daarom ja, hebben wij ook geen verkiezingen op zondag. In alle normale landen heb je verkiezingen op zondag. ja, dan heb je vrijheid, dat is wel zo makkelijk. Ja. Wij hebben verkiezingen op woensdag. Ja. Ja, dat komt om vijf, schijnt ook dat. Weet het, bij het examen is dat er heel voorzichtig met de evolutieleren omgegaan wordt. Dat is allemaal op basis van het feit dat een, een miniem deel van Nederland orthodox-christelijke gedachten heeft. Ja. Die worden uit de, uit de wind gehouden. Ja, je begrijpt dat ik daar geen voorstander van ben, maar nee. het is nu helemaal. Ja, wat zo. doe je eraan? Hè? Dat is de vraag: wat doe je eraan? Ik kan een partij oprichten. kom ik ook in de Kamer. Hè? En dan zeg ik ook: van, wat is uw belangrijkste punt? Is dat de sirene? Gewoon op zondag afgaat als dat de eerste van de maand is. Maarten, eh, nog een vraag over de klassieke muziek. Um, ik heb nooit klassieke muziek geluisterd, zegt uh, deze persoon. Uh, Mark Jurijens. En uh, die zegt, uh, ik ben er wel in geïnteresseerd. Wat zijn nou goede beginnersklassieke stukken? Jezus, <laughs> dat is nogal wat. Moet ik een lijstje maken of zo? Ja, begin met... Het ja, hangt er ook erg vanaf waar je van houdt. Ik ben nog op Romantische pianomuziek, zoals ik al heb gezegd. Nou ja, dan is er in de 19e eeuw een gigantisch aanbod. Is daar het begint met Schubert, die is nog geboren in de 18e eeuw. En daarna loopt het door en je kunt, je kunt alle kanten op. Het heeft geen zin dat ik heb. lees er een boekje over, zou ik zeggen. Je hebt zo'n boekje over klassieke muziek, alles begint met Bach, heet dat geloof ik. Als dus ik het me goed herinneren. Heb je nog veel reacties gekregen eigenlijk op het wintertijd uh, verhaal? Bah, niet echt, nee. Want dan moeten mensen... Je kunt, je kunt op, weet het op Twitter en je weet hoe er op Twitter gereageerd wordt. Oh ja, nu weet ik weer. Van der Grijp had het over dat, dat jij had gezegd dat je op tv wilde sterven. Een verstandige man als Maarten van Rossum, weet je wel. Die echt verstandige tekst heeft als ja. hij op tv is. En dan lees ik van hem dat hij zegt: Van ja, ik zou het toch best wel leuk vinden om dood te gaan op tv. Dan denk ik: dan denk ik Ja, weet je, dat, 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 dat hele bekend zijn dat misvormt mensen toch. Weet je, wel? Je, 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 je komt er niet allemaal even goed uit. Want, kijk, hij zegt het nu, maar stel je voor: Mijn buurman die zegt dat tegen mij. Ja. Ja, dan, 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 dan denk ik, die man is krankzinnig. Dat is niet. Wat moet ik daarmee, die onzin, weet ja. je wel? dan onzin, ja, zonder mannen, denk ik. Wie was, 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 doe je hier plezier mee, weet je? Dat was het inderdaad. En dat had hij volgens mij niet helemaal goed begrepen. Dat was natuurlijk lollig bedoeld. Dat was ironisch bedoeld. Maar goed, dat, ik begrijp dat dat voor hem een stap te ver is. Het, het was een soort, soort tweegesprekje tussen, tussen mij en, en, en de winter. Over die Tommy Cooper die op het toneel sterft. En dan uh, eerst denkt het publiek nog dat het een geintje is. Dus die, die gaan enthousiast applaudisseren. En tenslotte bleek hij dood als een pier te zijn. Ja, dat is natuurlijk lol om daar even over te speculeren. Ja, ja. Maar goed. Sorry, Gijp, het was net iets een station te ver voor jou. Kortom, moet, het moet mogelijk zijn, omdat er, je kent vast wel iemand die je dit uit kan leggen. Sorry Gij, het was net iets een station te ver voor jou. Dat gebeurde bij zonsopgang. Ook als een ongelukkig moment natuurlijk. En dan kreeg je een glaasje Jenever, of althans wat de Engelsen daarbij schonken. En dan ging je over de top. Maarten van Rossum vertelde over de Tweede Wereldoorlog. En dan moest je door, eerst door het zogenaamde Niemandsland. Een totale onmenselijke woestenij. Volledig omgewoeld door artillerie, granaten. Door... Er stond geen boom erover. Download het luisterboek via de link in de beschrijving.